Hallo, ik zag op mijn site dat jullie slijm maken heel erg leuk vinden. En ik was bij het Museum, of was het bij het Omniversum? Ik weet niet, ze liggen naast elkaar. Volgens mij kwam dit bij het Omniversum vandaan. Dat is in Den Haag. En daar zag ik een pakketje van maak je eigen slijm. Het kost €4,95, het is Fun Science en het is 10 jaar en ouder. Even kijken, of staat er nog meer? Nou ja, hier staat het niet voor kinderen onder de 8 is. Het keycraft.eu, kijk. Van deze mens is het keycraft.eu. Nou, alles zit hier volgens mij in, dus ik ga dit gewoon voor jullie maken. We gaan kijken of het daadwerkelijk werkt, of dat mijn eigen slijm, wat ik in mijn andere filmpjes heb gemaakt, beter is. Alles zit er volgens mij bij. Er zit een slime compound bij, een slime reactor compound. Dat is dus de slijmbasis. En dit is het spul waarmee het reageert. Een mixkopje en een stokje om te roeren. En volledige instructies. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Even kijken, we gaan dit erbij pakken. Dit is een groot formulier. Dat is Frans, dat is Engels en dit is Duits. Even kijken, is er nog meer? Nee. Even goed zetten. We gaan kijken wat we hiermee kunnen. Open de flesjes. Giet 6 uitgemeten lepels in de mixing cup. Open de reactie, gebruik de lepel en meet 3 daarvan. Roeren. Even kijken, hebben we hier een lepel bij zitten? We hebben hier geen lepel bij zitten. Zo. En dat moet dan hierin. Zo'n heel klein beetje slijm komt eruit. Nou, ik moet een lepeltje gaan halen. Ik zie jullie zo weer terug als ik een lepel heb. Een lepel. Lepeltje. Dat is een klein bakje. Nou, er staat open de base compound bottle. Dat is dit. Dit is de... Wacht even hoor, ik zal hem even dicht doen. Dan kan je het ook daadwerkelijk zien. Kijk. Green Ooze Base. Dit is de base bottle. Ik denk dat je ook gewoon alles zomaar bij elkaar kan gooien in een grotere fles. Maar oké, de base bottle. Die gaan we open doen. En 6 spoonfuls in de mixing cup. Nou, gaan we kijken. Nou, dit is eigenlijk, ik weet niet waarom. Dit is 1. Ik ga het even zo doen. Kijk, als je het een beetje kan zien. Een beetje lastig. Maar dit is eigenlijk al best wel slijmerig. Nou, oké, we hebben er 1. Twee. Oh. 3. Dat ging bijna fout. 3. Hier. En. 5. En 6. Nou. Het idee is heel leuk, dat je het hierin moet maken. Maar, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat gaat nooit passen. Dus ik zet hem even op pauze. Oh, wacht even. Dat hoeft niet. Kijk. Ik heb hier een eigen bakje. Hup. In mijn eigen bakje. Zo, 6 lepeltjes zitten hierin. En nu moet ik 3 lepels hiervan doen. Slime reactor compound. Hier, ooze reactor. En hier hebben we er 3 van nodig. Volgens mij is dit gewoon borax opgelost. Maar ja, ik weet het niet. We merken het wel. 3. Is het in beeld? Beetje. 1. Dat is 1. Twee. Nou, ik zie het al voor me.
En 3. Er zitten allemaal korreltjes hier omheen en zo. Zit aan mijn handen. En ik weet dat ik het niet met het lepeltje moet roeren. Ze zeggen met stikje, maar ja, ik heb die lepel hier bij me. Nou, zoals je ziet, het is al redelijk slijmerig. Dat is goed. Nou, dat plakt. Even zo, mijn hand in beeld. En dan gaan we hiermee roeren. Even kijken. 60 seconden, dat is dus een minuutje. Kijk. Je kan het al een beetje zien hoe het eruit ziet. Het is slijmerig inderdaad. En na een minuutje roeren zeggen ze dat er slijm uitkomt. Zie je, het is echt al... Het is al duidelijk geen water meer. Nou, ik kan het plat drukken, squeezen. Ja, kijk, dit is wel al echt... Ja, dit is al slijm. Dan nog heel even... mixen. En... Het is eigenlijk niet zo slim, hè? Want ik heb natuurlijk gewoon een tellertje op mijn camera lopen. Dus ik had gewoon kunnen kijken hoe lang die minuut was. Nou, het ziet er naar mijn idee... Lekker wobbly. Jullie mogen weg. Even uit de buurt. Nou, de test. Het is slijm. Het is fantastisch slijm zelfs. Dit is... ik moet zeggen, dit is wel een stuk beter dan wat ik gemaakt had zelf. Het is slap. Het plakt niet. Het voelt heel erg waterig, maar het is droog. Mijn handen zijn nog steeds droog. En dit is heel cool. Dit is fantastisch. Nou, nu als ik eerlijk ben, ik heb ook nog een filmpje eraan komen waar ik het met borax maak. En dat is misschien hetzelfde als dit. Maar dit is wel beter dan met die lijm, want dat is toch dikker. Ik vind dit, dit is geweldig. Ik ben er helemaal, dit is leuk. Kijk. Hier kan je leuke dingen mee doen. Nou, nu ben ik blij dat ik het in een bakje heb gedaan met een deksel, want dan droogt het ook niet uit. En kijk, is het een beetje te zien? Ja, goed. Nou, mijn eindoordeel is, het is een beetje raar om te maken. En je ziet het plakt niet. Het is echt een fantastisch spul. Het plakt niet, ik kan het oppakken, er blijft hier niks achter. Ja, een beetje, maar dat is verwaarloosbaar. En, nou, dus de mensen van keycraft.eu, of de bedrijf heet waarschijnlijk gewoon Keycraft, die hebben dus fantastisch slijm gemaakt. En wat ik eigenlijk gewoon moet doen, is gewoon nog meer van dit spul maken, gewoon die flesjes opmaken, het mixen. En, nou, dan heb je iets heel leuks. Ik vind hem geslaagd. Het bakje wat je erbij krijgt, slaat nergens op. Dat is veel en veel te klein. Maar het eindresultaat is wel helemaal geweldig. Dus deze, make your own slime. Ik vind hem cool. Ik vind hem goed. Als je naar het Omniversum gaat in Den Haag of Scheveningen. Het is al een beetje bij elkaar. Kan je hem daar halen. En anders ga je naar de website. Waar staat die? Hij staat hier ergens volgens mij. Ga je naar deze website toe. Keycraft.eu. Goed invoeren. En misschien kan je het daar ook bestellen. Ik ga het zo meteen kijken. En of het online te koop is. Maar dit slijm. Je kan het een beetje zien. Is... geweldig. Het werkt. Het is leuk. Het is heel... Ja, het voelt heel raar. Het voelt als water, maar het plakt totaal niet. Mijn handen worden niet nat. Dus... succes. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga nog meer slijm maken, want eens zoals ik zei, een kijker had mij tip gegeven om met scheerschuim en lensvloeistof slijm te maken. Dus nou, ik zal er in het filmpje noemen als ik het ga doen. En... nog meer. Nou, ik heb ook nog borax gekocht, dus we gaan gewoon nog meer dingen doen. Ik heb een heel cool idee voor slijm waarmee je een heel leuk iets mee kan maken. Dat gaan we ook nog doen. Dus tot de volgende keer.